Het gaat ontzettend goed met de klassenstoor aan het Damsterdiep in de stad. De winkel, die gedurende het schooljaar gerund wordt door leerlingen van het Alpha College, is ook tijdens deze zomervakantie geopend. In de klassenstoor staan deze weken mbo-niveau A-studenten detailhandel en logistiek, die tijdens hun vakantieweken werkervaring opdoen. Ze leren wat het is om te gaan met problemen op de werkvloer. Alle dagelijkse dingen eigenlijk die normaal ook in de winkel voorkomen. Een van de leerlingen die in de winkel staat is Dimitri. Ja, ik doe hier van alles. Van alle spullen wat binnenkomen, de helft moeten we dan sorteren. De ene helft gaat naar Friesland en de andere helft de winkel in. Zo zet ik de spullen de winkel in. Ruim ik de winkel een beetje op. Schoonmaken, eigenlijk van alles. Een beetje netjes houden. Dus ja, dat is het voornamelijk. Ik ben meer van het doen, gewoon met mijn handen werken. Dat vind ik zelf net zo leerzaam. En dat je het echt in de praktijk doet, dat vind ik zelf heel leerzaam. Dit zijn studenten die heel graag werken en zich goed ontwikkelen in de praktijk. Ze hebben allemaal het diploma entree gehaald afgelopen schooljaar, wat een fantastische prestatie is. En zij besloten hebben om te gaan werken. En dan zijn ze gebaat bij zoveel mogelijk werkervaring, waarmee ze ook kunnen ontdekken wat goed bij ze past. Ben ik nog steeds nieuw, maar ik leer gewoon hele andere dingen, zoals bijvoorbeeld die dozen uitpakken en die dingen doe ik vooral zelf. En vanzelf leer je dat allemaal wel, want in het begin is altijd alles lastig. Maar je moet alles leren. Dus in dat opzicht heb ik wel verantwoordelijkheden. Maar ik heb altijd gelukkige mensen die me erbij helpen. Omdat het zo goed gaat, zijn de openingstijden verruimd en is de store ook tijdens deze vakantie geopend. De leerlingen hebben er geen enkel probleem mee dat ze tijdens hun vrije dagen moeten werken. Ja, in het begin moest ik er even aan wennen. Maar ik zeg altijd maar, werk is nooit verkeerd. Zakcentje verdienen en het is meer wat ik zeg, puur voor je ervaring, want je moet wel een beetje aan de toekomst denken en in dat opzicht is het, vind ik het niet zo verkeerd. Ik heb nog genoeg vrije tijd. Ik heb ze allemaal zelf gevraagd, van lijkt het je leuk om deze ervaring op te doen? En zij zagen daar allemaal inderdaad ook de voordelen van in. Gewoon ontdekken van de jongens die vandaag werken, hebben bijvoorbeeld nog nooit eerder in een winkel gewerkt. En het is heel moeilijk om je een voorstelling te maken van wat werk inhoudt als je het nog nooit gedaan hebt. De klassenstore is een winkel met een bijzonder assortiment, omdat er spullen verkocht worden die bij failliete bedrijven vandaan komen. Wij verkopen van campingspullen tot kinderkleding, van tuinspullen tot autospullen. Dus we hebben inderdaad van alles en daar zijn de mensen ook vaak verbaasd over als ze hier binnenkomen, dat het zo gevarieerd is. De winkel die draait gewoon goed, dus het is wel fijn als in de vakantie ook mensen naar de winkel kunnen komen natuurlijk. Dus het snijdt aan verschillende kanten. De winkel is tijdens de zomervakantie geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 6 uur en op zaterdag van 10 tot 5.